Ik ben Frans Vrijns. Ik ben directeur van 013. 013 is popzaal in Tilburg, de grootste van Zuid-Nederland. Sterker nog op de twee Amsterdamse zalen na de grootste van Nederland. Wij brengen 400 programma's per jaar, veel popmuziek, maar ook andere programma's, of het op literatuur gaat, of in samenwerking met andere festivals, of met onderwijs. We hebben een heel breed palet aan dingen, maar popmuziek is onze core business. Ingebeet is een festival die er in Tilburg plaatsvindt. Een heel breed muzikaal programma, maar ook allerlei andere kunsten, lezingen, poëzie, alles. En het gaat heel erg over de eigenwijze cultuur, de avant-gardistische hoeken van muziek. Maar ook, het is een soort van andere vorm van omgaan met hoe je een festival aan elkaar zet. Er staan iets van 300 acts en het publiek, hun eigen fans, hebben een groot aandeel in de programmering van het festival. Wij zijn de grootste locatie, of de locatie waar ze het meest doen. We zijn 7 dagen hier, alle zalen en met een prachtig programma. Die gastvrijheid waar we het in Brabant altijd over hebben, dat is een van onze key succesfactoren over hoe wij met het publiek omgaan. Waarom komt het publiek hier en gaat bijvoorbeeld niet naar Amsterdam? 50% van onze bezoekers komen van buiten Brabant. En nog veel belangrijker is, hoe gaan wij met artiesten om? Als het in de punch verzorgd is qua eten, qua een thuisgevoel, ja, dan wil je de volgende keer graag terugkomen. En of die band dan terugkomt of dat die tourmanager bij zijn volgende band zegt, daar moeten we zijn. Dat is essentieel voor wat we aangeboden krijgen. Ik denk wat belangrijk is om de ontwikkeling van vrije tijdseconomie, cultuur, is twee kanten. Je moet de onderkant, je moet je laboratoriumkant voeden, zorgen dat er dingen kunnen ontstaan. Maar ik denk wat net zo belangrijk is, is dat je excellentie naar nog hogere hoogte bent. Dan heb je aan de ene kant heb je een push, aan de andere kant heb je een trekkracht om ook dat middelmoot te inspireren en te informeren om ook een ontwikkeling te maken. Uiteindelijk waar het om gaat is, durf ambitieus te zijn. Durf gewoon de kracht die je hebt uit te venten en te pakken. En niet alleen in woorden, maar echt met schouders onder gaan staan met elkaar.